Een sportvliegtuig heeft een noodlanding gemaakt op het strand van Oostvoorne. Dat gebeurde rond 6 uur zondagavond. Het vliegtuigje met drie inzittenden kwam in de problemen toen de motor uitviel. Nadat de piloot het toestel enkele keren probeerde te herstarten, besloot hij een noodlanding te maken. Die piloot kreeg het vliegtuig veilig aan de grond. Niemand raakte gewond. Op de Maasvlakte zijn zondagmiddag bij een botsing tussen een personenauto en een motor drie mensen om het leven gekomen. Het gaat om de twee inzittenden van de auto en de motorrijder. Het ongeluk gebeurde rond drie uur in de Malakka-straat bij het Distripark. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders wil op korte termijn een gesprek met de nieuwe minister van Veiligheid, Ivo Opstelten, over geweld tegen moskeeën. Afgelopen week werd de deur van een de moskee in Dordrecht beschoten. Volgens de organisatie gaat het niet meer om losstaande incidenten en moet de overheid maatregelen nemen. En dan de uitslagen van voetbal van de regionale clubs dit weekend. Excelsior verloor in Den Haag van ADO. Sparta ging onderuit bij FC Zwolle. En ook Feyenoord verloor in de kuip van FC Twente.